Um. Dit was inderdaad een uh, foto die ik uh, wat ergens uh, tegenkwam, uh, en ik heb begrepen dat ik alleen maar foto's mocht maken waar ik zelf copyright uh, op uh, had. Op deze heb ik het, gaat inderdaad uh, over beveiliging, maar daar begin ik uh, niet uh, mee. Want al het begin is uh, dit: dit is namelijk uh, iets wat ik uh, inderdaad, zoals Harold al zegt, uh, regelmatig uh, doe: uh, hardlopen, bijna elk weekend, en dat begon eigenlijk in uh, 2009. Zoals je kunt zien, toen ik dit shirt kreeg, wat ik nog nooit eerder heb uh, gedragen. Uh, maar uh, afgelopen weekend was het. Uh, uh, ik kom eigenlijk niet zo heel vaak in Groningen, ik kom vaker in Friesland, in Sint-Anna, zoals de Friesen zeggen, of Sint-Anna-parochie, uh, waar ik mocht uh, hardlopen. En het fijne is dan dat ik ongeveer weet dat uh, als ik uh, ga uh, lopen, dan doe ik ongeveer, uh, uh, nou, als ik niet al te snel ben. Uh, vijf minuten over een uh, kilometer, dus in zeven minuten zou ik ongeveer anderhalf kilometer moeten kunnen afleggen. Hoe dat met het praatje gaat, dat uh, weet ik uh, eerlijk gezegd niet. Maar goed, uh, behalve hardlopen uh, ben ik ook heel erg fanatiek uh, bij uh, Surfnet. En dat begon bij het Surfnet Expertise Centrum, het SEC. En wat ik uh, daar deed, uh, was in het begin uh, DNS. Uh, toen ik daar de eerste dag kwam, kreeg ik een boek, uh, DNS en Bind. Ik heb het in de tas achtergelaten, realiseer ik me nu, had ik het kunnen zien dat ik een heel mooi boek had. Het boek was inmiddels uh, versie 4, maar toen ik begon was dat versie 1. En dan mocht ik uh, cursus uh, overgeven, fantastisch, heb ik een aantal van jullie mogen uitleggen wat een resolver was. En uh, wat een uh, recursive query was en dat soort uh, zaken. Uh, maar uh, uh, het werd natuurlijk nog veel uh, leuker, want het echte DNS gebeurde bij uh, de afdelingen uh, netwerkdiensten. Alleen dat was in eerste instantie wel een enorme schok. Want wat zag ik daar uh, in de vensterbank? Bij uh, toen nog uh, Sarah: ns1.surfnet.nl 192.87.106.101. Wie kent hem niet? Maar behalve uh, DNS. Uh, was het ook heel erg leuk om met uh, security wat te gaan doen? Ook daar heb ik uh, af en toe cursussen over uh, 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 moeten geven. En dan kon ik bijvoorbeeld vertellen dat uh, als je een nieuwe service uh, inrichtte, dat je een smalle di uh, kleine dienst als uh, Chargen uit moest zetten. Nou, security uh, werd pas echt uh, leuk uh, toen Erik mij naar uh, Mexico stuurde. En eigenlijk wilde ik dan een shirt laten zien uh, dat ik uh, van die meeting uh, heb. Want uh, wat bleek, maar ik durf dat niet uit te doen nu, uh, vanwege uh, wat ik op mijn hoofd heb. <coughs> maar wat bleek, dat was in uh, 1998, dus al een hele tijd uh, terug. Op 29 juni uh, speelde uh, in Montpellier in Frankrijk uh, Mexico tegen uh, Duitsland. En de voetballiefhebbers onder jullie herinneren je het ongetwijfeld. Uh, Mexico uh, verloor. Uh, en ik werd uh, aangezien als uh, Duitser, uh, dus ik werd niet zo heel erg uh, populair. Gelukkig was er een prachtige señorita te plaatsen die mij redde door te vertellen dat ik geen Alleman was, geen Duitser dus. Maar dat was een mooie manier om met beveiliging in aanmerking te komen. Maar goed, het thema van dit verhaal is versnellen. En dat kan ik op zich leuk vertellen door te zien hoe dat ging met hardlopen. In 2009 deed ik voor het eerste keer mee... Met de single loop in uh, Utrecht. En uh, dat kostte mij toen meer uh, dan uh, 50 minuten om 10 kilometer uh, te lopen. Dat moet natuurlijk beter kunnen. Dus de volgende keer, uh, een jaar later in 2010, uh, lukt het mij om beneden de 50 uh, minuten te blijven. En weer een, een jaar later uh, lukte dat zelfs om binnen de 45 minuten uh, te blijven. Nou, wat is dan het volgende? Lukt het het jaar daarna om binnen de 40 minuten uh, te blijven? Helaas uh, kwam ik erachter dat als ik uh, uh, die ambitie had uh, dat ik mij uh, min of meer aan het uh, doodlopen was. Uh, mijn uh, ja, lichtsnelheid is zeg maar uh, 10 kilometer binnen 45 minuten te lopen en veel harder zal het wel niet uh, worden. Uh, hoe zit dat met uh, andere zaken? Ik, bedoel, ik ben dus tegen mijn grens aangelopen, maar de zaken bij Surfnet. Ik vertelde al uh, ns1.surfnet.nl. Uh, dat was een oude sun die in de vensterbank stond. Aangesloten met uh, fast Ethernet. Uh, het was zowel een uh, alternatieve uh, nameserver uh, als een uh, resolver. Hij deed uh, NTP uh, chime 1. Uh, maar dat ging naar de volgende versnelling. En ik realiseer me dat ik niet alles laat zien. Dit was ik in uh, Friesland. Maar we gingen naar de volgende versnelling. Want uh, uh, we kregen een, een nieuwe server. Uh, een nieuwe ns1.servnet.nl. Uh, die werd uh, netjes uh, gerecmount. Gigabit uh, Ethernet uh, kreeg die. Uh, we maakten een aparte resolver 192.87.106.106. Sommigen hadden moeite om het verschil tussen een autoritative nameserver en een resolver uh, uh, te bedenken. En we kregen dus een aparte NTP server. En daar, ja, daar kun je echt heel blij van worden, zoals je uh, ziet. En uh, 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 niet alleen. Uh, 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 was het ding op uh, IPv4 bereikbaar, maar alles kreeg ook een IPv6 adres 2001 610 1 800a 192 87. 101 het IPv6 adres van ns1.server.nl. En als je 101 op het eind van de 106. Dan heb je uh, de resolver. <tiek> um, gaan we naar de volgende uh, uh, versnelling. Dat zijn dus mijn favoriete uh, protocollen. Uh, die worden misbruikt voor het uitvoeren van uh, 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 denial-of-service aanvallen. Waarmee je met uh, uh, relatief eenvoudig uh, veel verkeer kunt uh, uh, maken. Uh, wij proberen als SurfZ uh, daar iets uh, tegen te doen. Uh, door door uh, in te grijpen. Uh, als dit soort van protocollen uh, worden uh, misbruikt. Hier zie je Jaap, Jeffery, JP, Luc, Niels... Paul, Peter, Ramon en Sander uh, van het team. En die proberen daar een uh, eind in te maken. Wij doen regelmatig meldingen. Uh, dit is een melding uh, die van vandaag komt. Uh, uh, van een systeem dat misbruikt wordt. Dit soort kleine meldingen moeten echt opgelost worden. Wij maken fouten, maar jullie maken soms uh, ook fouten. Als je dit soort berichten van SurfCert krijgt, los dat alsjeblieft. Op. Dankjewel, Wim. Leuk. Was jij klaar of niet? Nee. oké. Okay.